Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, beter bekend als het KNMI, is een nieuwe supercomputer rijker. Na 5 jaar noeste arbeid was de Altix, een supercomputer van de firma Silicon Graphics, afgeschreven. De keuze van het KNMI viel uiteindelijk op een supercomputer van de Franse firma Boole. De Boole X B500 zou volgens benchmarks de op 1 na snelste supercomputer van Nederland zijn en is 40 maal rapper dan het oude Altix-systeem. We hebben Linpack erop gedraaid, maar dan moet je me even. Ik dacht dat we 49,8 teraflop konden halen. En theoretisch zit er 58,2 teraflop in. Dat geeft ook wel meteen aan hoe de architectuur in elkaar steekt. Dat is natuurlijk een aardige prestatie om dat eruit te halen met Linpack. Om deze prestaties neer te kunnen zetten, is het rekenmonster uitgerust met een groot aantal hexacore processors van Intel en een aanzienlijke opslagcapaciteit. Deze machine is gebaseerd op Intel processoren. De 5675, 3,06 GHz. Zoals ik al zei, bestaat uit 396 nodes. Elke node bestaat uit 2 CPU's. En totaal dus 12 cores. 24 GB geheugen. Totaal maakt dat dus 9,5 TB. En dit geheel is samengevoegd door een InfiniBand. Gebaseerd op de QDR, Quad Data Rate technologie. De CPU's die zijn ook, dat is wel dat wat Boole wel doet. Dus wat dat gaat wel een groene leverancier, zeg maar. Want die houden echt rekening met de CPU die ze erin stoppen. Dat heb ik net al even verteld aan jou, maar bedoel, je had ook een 125 watt CPU erin kunnen stoppen. Maar ze hebben echt gewoon gezegd, de keuze is gewoon 95 watt. En dan puur om uit duurzaamheid. De nieuwe supercomputer maakt het mogelijk om nauwkeuriger en sneller het weer te voorspellen. Terwijl de rauwe rekenkracht ook ingezet zal worden voor het berekenen van klimaatmodellen. Nou, we hebben onze thermische modellen, die gebruikt worden in de weerkamer. De watermodellen gaan erop draaien. En we hebben onze mondiale modellen, die gebruikt worden zoals Easy Earth voor het IPCC-rapport. Ik heb presentaties zien dat de resultaten al van het model dat hierop gedraaid heeft, op deze super, dat het aanzienlijk beter was dan op de Altix. Maar oké, dat kan ook niet anders. Je had 1,5 teraflop en deze zit op 60 teraflop, zeg maar, theoretisch. Daar komt bij dat het model, ik kan wel aangeven dat het hele model draaide op de oude Altix. Dat doe ik met respect zeggen voor de oude Altix, want hij heeft altijd goed voldaan. Draaide daar in 45 minuten, om en erbij 42 minuten. En op dit systeem doen we het in 11 minuten. Dat geeft ook wel aan wat we dus meer met het model kunnen. De Boole X B500, die enkele miljoenen euro's heeft gekost, is door het KNMI onder andere gekozen vanwege het relatief beperkte stroomverbruik. Daarnaast is er een duurzaam koelsysteem geïnstalleerd. Met behulp van vrije luchtkoeling, met koeltorens op het dak, wordt energie bespaard zolang de buitentemperatuur laag genoeg is. Daarnaast wordt de supercomputer in de zomer koel gehouden dankzij een systeem voor warmte-koude opslag in de bodem. Daarbij wordt grondwater op 60 meter diepte gebruikt. In de winter zal het luchtkoelingssysteem het grondwater weer laten afkoelen. De meeste racks zijn voorzien van een vijftal chassis met elk 18 nodes. En één zo'n rack gebruikt bijna 30 kilowatt en dat moet gekoeld worden. En met een gewone luchtkoeling is niet afdoende. Dus Boole heeft daarvoor heel geavanceerde koeldeuren ontworpen. Waar allemaal water gekoeld wordt. Wordt met 12 à 14 graden, zeg maar, komt dat binnen en dat wordt verwarmd en de koeling wordt in feite, zeg maar, weer afgevoerd door de uitgaande water. En dat water wordt onttrokken uit een reservoir onder het KNMI. En dat levert een hele efficiënte computerruimte op. Door de diverse groene aanpassingen in het nieuwe computercentrum van het KNMI zou het datacenter een PUE-waarde van 1,14 weten te behalen. Daarmee zet het Weerinstituut naar eigen zeggen een van de beste scores neer op het gebied van efficiëntie. Ja, daar zijn we allemaal bij het KNMI redelijk trots op, moet ik eerlijk zeggen. Het is een duurzame computerzaal. Als die vol staat en wij trekken, hij kan ongeveer momenteel 800 kilowatt zou die moeten kunnen trekken, zeg maar, hè, aan spanning. Dan moeten we een PUE halen van 1,14. Nou, dat is eigenlijk ongekend. Wat kunnen we over 5 jaar verwachten, denk je? Ik weet het niet. Misschien wel weer 40 keer zoveel power. Ik weet het niet. Ja,
Als je ziet wat een sprong we hebben gemaakt in die afgelopen 5 jaar. En ook, ik vind het echt ook prijstechnisch, hè? Ik bedoel, qua investering, dan kun je zoveel meer krijgen dan 5 jaar geleden. Dan, ja, dat is gigantisch. Dus ja, ik weet niet hoe dat over 5 jaar is.